Gerben, op aanraden van jou is een beloftewedstrijd apart binnen de categorieën gekomen in Nederland. Manon, die wint op dit moment 2 titels. Inge van der Heijden, 2 keer zilver. En dan komen er 2 dames die een 3e plek hebben. Was dat van tevoren ingecalculeerd of verwacht? Nou ja, goed, die, laten die 2 dames die je net noemt, laten heel het seizoen al zien dat ze ook tegen onder 23 dames kunnen winnen. Dat doen ze nu hier ook. Heel mooi om te zien. Even voor de duidelijkheid, voor de UCI is de onder 23 categorie junior dames en belofte dames. Hè. Dus die categorie samen vormt de onder 23 dames. Dus op het WK is het één pot nat. En daarom vind ik het wel fijn om nu eens een keer geen appels met peren te kunnen vergelijken, maar alles in één koers te zien. En ja, dan krijg je een hele mooie spannende koers en ik vond het een geslaagde opzet. Ja, het was zeker een leuke en spannende wedstrijd. Er zijn natuurlijk ook een paar dames ontzettend teleurgesteld. Maar dit geeft jou een makkelijker handvat om uiteindelijk te selecteren voor Bielis. Ja, nou wat ik net zei, voor mij is het nu eens een keer geen appels met peren vergelijken. Maar is het gewoon 1 wedstrijd. En op een kampioenschap heb je altijd winnaars en verliezers en teleurgestelde mensen. Dat hoort er helemaal bij. En dan, ja, voor mij mag iedereen even balen. En morgen moet het vizier weer op de volgende koers zijn. Dat is helaas niet anders. Gerben, bedankt voor dit commentaar en we zien ons nog terug. Zeker, groetjes.